Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits 2, aflevering 23, als ik het goed heb. Ik ga even kijken, jawel. Aflevering 23, we zijn weer terug zoals jullie weten in gang geschoten met het kanaal. Dus om de dag van de video te voorzien. Op vrijdag staat nog het No Limits 2 vast, de serie. We gaan weer achtbanen bereiden en beoordelen zoals we altijd al gedaan hebben in de vorige afleveringen. En dat gaan we doen in deze aflevering met de Steel Falcon, de Steel Venom en de Super Wild. Blablabla. Maar we beginnen met de Steel Falcon. En we zijn terug. Steel Falcon is geladen. We gaan zo dadelijk in een karretje komen te zitten. En het is een achtbaan waar je in ligt. Oké. Goed, voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, mijn No Limits serie niet kennen. Ik beoordeel een achtbaan altijd op een paar dingetjes. Zoals daar zijn. De realiteit van de achtbaan. Dus hoe realistisch de baan is. Als die smooth genoeg is. Als er geen knikken in zitten. Ook met ondersteuningen. Daar laat ik wel een beetje op. Want die foutjes kan je er uiteraard uithalen. Zoals, ja, daarmee bedoel ik dan dat het palen van de ondersteuning tegen elkaar opkomen. Of ja, dat je er doorgaat, zo is het. We liggen dus in een Vekoma achtbaankarretje. Ik neem de speed er weer bij. Let maar gewoon niet op de FPS. Ik weet dat ik nu Twitter nodig heb. Maar we gaan met 10 km per uur de lift hill doen. We zijn boven zien ook een wiel van de achtbaan. Maar we moeten dus zo blijven. En we gaan nu op onze buighangen, dacht ik. Nee, nu wel. Dus nu kijk ik naar de grond. Nu weer niet, dus nu zitten we weer zo. We maken een looping. Ik weet niet waar dit soort achtbanen eigenlijk in parken staan. Het bestaat uiteraard wel, maar ik weet niet precies waar. Het bestaat, maar ik weet niet waar. Moest er iemand zijn die weet waar zo'n achtbaan staat, laat het even weten in de reacties. Het is heel erg moeilijk om deze te volgen, aangezien we dus altijd andere dingetjes doen. Je leeft dan hang je weer op je buik. Dan lig je weer op je rug. Ik zie wel dat we veel kurkentrekkers en inversies in zoals we hebben. Onder loopings en kurkentrekkers. We hadden ook een goede speed. En volgens mij zijn we aangekomen. Ja. Oké, we zijn aangekomen bij de Steel Falcon. Een heel erg mooie achtbaan. Ondanks dat we er eigenlijk wel heel veel van gemist hebben. Hier zijn er zo'n karretje. Er zijn twee verschillende kleuren karretjes, zie ik nu net. Dit is een blauw. En dit is een zwart karretje. Even over de baan heen vliegen. Ik kan hem even volgen. Ik kan het met speciale tracks modus doen. Target view, dames en heren. Nu zitten we in wide view. We kunnen dus de target modus doen. En zo kunnen wij dus even een rondje doen rond de achtbaan. Kijken we dus zo rond de achtbaan vliegen. En dan gaan we eens kijken hoe deze baan precies uitziet. Want het is wel eventjes belangrijk om te beoordelen. Hij maakt in het begin een bocht. Dan gaan we een beetje op ons, ja, dan hangen we op onze buik. Dan gaan we een looping maken daar. Ik ga even draaien. De looping gevolgd door een kurkentrekker. We gaan op onze buik verder. We komen terug op onze rug te liggen. Nee, we maken nog een kurkentrekker, zo is het. En dan gaan we nu een halve looping en een bocht is het net. En dan maken we weer een nieuwe ja, over de kop een klein beetje. Dan maken we hier weer, gaan we terug op onze rug liggen. We maken een nieuwe, ja, halve kurkentrekker om zo te zeggen. Een kurkentrekker is eigenlijk een halve schroef. En dan gaan we weer aankomen en we schieten in de remmetjes. Een geslaagde achtbaan. Ik mis wel een beetje natuur. Dat mis ik. Maar voor de rest niks om aan te merken. Steel Falcon is goedgekeurd door mij. Maar ik weet niet of we het ook kunnen gaan zeggen van Steel Venom. Ik denk dat het dezelfde maker is. Ik ben gewoon benieuwd naar de volgende achtbaan en het is Steel Venom. En de Steel Venom doet zijn laatste dingetjes. Ik ben benieuwd, hopelijk is het niet dezelfde achtbaan die pas net. Nee, we zitten ditmaal in een hangende achtbaan. Maar dit is geen... Oh, dit is een afschiet achtbaan. En... Oh ja, dit ken ik. Dit is een achtbaan. Ja. Ik moet even de speed erbij hebben. Nu gaan we met zoveel kilometer per uur min achteruit. En nu gaan we terug naar boven met... We worden nog extra gelanceerd. We komen uit op 100, zag ik net.
Yo, dit is echt zo, als je hier te hard wordt gelanceerd, vlieg je er af. Zo fucking eng, denk ik. Als je hier te hard wordt gelanceerd, vlieg je er met de baan af. Oh my god. En dan word je even vastgehouden ook. Nog een keer, we worden nu al afgeruimd, zie ik. Ik denk dat we het einde van de rit al hebben, dames en heren. Steel Venom. Ja, we worden afgeruimd. En we zijn terug in het station van de Steel Venom. Zo ziet de andere kant eruit, die we niet gezien hebben. Die is gewoon rechts. Daar is een kronkel in. Hier zien jullie de remmen zitten. Ja, dit is eigenlijk een, ja, hoe heet dit? Dit is een speciale naam. Een shuttle achtbaan of zoiets was het. Geen idee, maar als er mensen zijn die de juiste benaming weten voor dit soort achtbaan, waar je wordt afgeschoten heen en weer schommelt, laat het even achter in de reacties, want ik weet het zelf niet. Precies. Er staan van dit soort achtbanen een park, ik weet dan niet wat voor parken. Niet een Wild Holland, er staat een Speed of Sound, dat is iets anders, dat is een achtbaan. Kijk, we kunnen nu wel eventjes volgen, ook weer voor de check, voor het heel mooie view. Kijk, en dan gaat die omhoog. En dan gaat hij rechtstreeks terug. Dan wordt hij in het station, inclusief het lanceerstuk daar, extra gelanceerd. Dan maakt hij dat kronkeltje en dan komt hij net niet aan het einde van de baan. Dus als er een fout wordt gemaakt door een persoon die te hard lanceert, vliegt de hele trein van de baan af. Maar goed, ik weet niet waar dit soort coasters staan, maar ze bestaan al. De Steel Venom. De laatste achtbaan voor deze aflevering is de Super Wild Bell. Of zo. Gewoon de laatste achtbaan zullen we het wel eventjes doen. De laatste achtbaan gaan we laden. En ook de laatste achtbaan van deze aflevering is in aan het laden voor het laatste. Ik ben benieuwd wat voor achtbaan type we krijgen. Wij hebben een Vekoma kurketrekker achtbaan. Zoals de Python in de Efteling, denk ik dat het ook een Vekoma baan is. En anders, ik weet wel, ik heb een review gezien van Ruben Koet, Extreme Rides. In Duitsland heb ik, was er een safari pretpark ding, combinatie. Dat is ook een achtbaan, zoiets. Ik zie wel dat er natuur is toegevoegd en ik ben heel erg benieuwd wat deze achtbaan bereikt. Dit kan de winnende achtbaan worden en anders kies ik dan voor achtbaan 1, denk ik. Achtbaan 2 vond ik wel spectaculair, maar niet spectaculair genoeg. Tenzij deze achtbaan 1 nog overlapt. Dat zullen we nu wel zien. Ik moet de speed hebben snel nog. We storten naar onder met een 70 km per uur. Bijvoorbeeld door een bunny hupje. We maken een kurketrekker. Nog een kurketrekker. Het zijn er 2 in vers, dus 2 kurketrekkers. We gaan onder de constructies door. We krijgen wat remmen. We maken weer een bunny hub. Ups en downs. En we maken een mooie spiraal. Ik denk dat we dan bijna aan het einde al zijn van deze achtbaan. Nee, nog niet. Nee. We gaan nog wat spectaculairs bewegen. Oh, dat was een beetje raar. We gaan nog met een grote bocht onder de constructie door van de van boven. En dan komen we nu wel aan in het station. Ja, ruimgedeelte, excuseer. Waar is de achtbaan? Hier is de achtbaan. Hier staat hem dan, ja, de Super Wild Bird, zo noem ik hem. Hij heeft 1 treintje, denk ik maar. Ja, hij heeft maar 1 treintje. Capaciteit is misschien wel een beetje laag dan. Misschien, ja, in principe zullen er volgens mij toch wel 2 treintjes op kunnen rijden hoor. De constructie, ja, dit is customs constructie, dat zie ik. Hier komt zelfs een paal door in het station van de achtbaan. Geen idee als dat de bedoeling is. Maar de optakeling is custom ondersteuning. Zelfs hier is custom ondersteuning nog doorgemaakt. Heel erg mooi gemaakt moet ik zeggen, die custom ondersteuning. Dan gaat hier nog door en vanaf hier komen er dan de rechte palen bij. Te kijken, of ja, komen rechte palen erbij. De bomen heeft een paar soorten types bomen gebruikt. Ik zie deze, ik zie de dennenboompjes. Het zijn wel 2D bomen uit No Limits 1, omdat het allemaal No Limits 1 achtbaantjes zijn, maar ja, daar kan je natuurlijk niks aan doen. Ik vond het wel een, hij is heel compact gebouwd, maar toch wel heel erg leuk. En nog vind ik, ja, ik ga dit als winnende achtbaan hebben.
Hij was leuk. Zij ook nog een beetje familie achtbaan. Hij heeft van twee loopings. Hij ging ja, toch wel redelijk snel 70 km per uur. Dus ja, familiewegen. Ja, nee. Nee, ik ga toch buiten het type familie achtbaan laten. Hij gaat nu de obstakeling op. Ik ga deze laten winnen, dames en heren. Gewoon omdat ik dit wel een heel leuk achtbaantje vond. Leuker dan achtbaan 2, sowieso. Achtbaan 2 was maar ja, een beetje simpel, maar toch wel heel spectaculair ook. Achtbaan 1 was ook spectaculair. Maar dat type, ik heb er nog nooit in een achtbaan gezeten van dat type. Ik heb nog nooit in dit soort gekomen achtbaantjes gezeten. Ik heb de Python nog nooit gedaan in de Efteling. Maar dat was schamen. Nee, want ik was een keer in de Efteling, maar we hebben hem niet kunnen doen. Want ik was toen met klein kindjes ook nog daar. Dus moesten we eventjes kijken, moesten ook een beetje aan hun denken. Als ik naar de Efteling ga, ja, dan ga ik uiteraard wel de Python doen. Ik heb natuurlijk wel een looping gemaakt hoor, daar moet je, ja, dat durf ik wel aan, dat zeker en vast. Maar dat is wat het betreft voor deze aflevering van No Limits 2. Ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Vonden jullie het leuk, vergeet dat je een blauw duimpje omhoog doen en ook te abonneren, want we hebben er niet meer veel nodig. 12 abonnees, dames en heren, en ik heb 0,2k binnen, dat ben ik heel erg blij als we dit jaar nog kunnen halen, weet ik niet. Ik hoop van wel, misschien zelfs nog in de maand september, anders oktober, dan november, december en anders verder weg. Maar dat is nog voor later. Dames en heren, dank jullie voor het kijken en tot volgende aflevering van No Limits 2. Laag!